Daar maak ik me natuurlijk heel veel zorgen over, maar ik heb een plan. Wat ik in ieder geval nu deze laatste maand ga doen, is iedere dag... Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt naar vlog 17. We zijn minder dan 5 weken van de Rotterdam Marathon. En deze week is al een aardig voorproefje van hoe die laatste weken eruit gaan zien. Veel reizen, veel werken. En proberen in vreemde plekken, vreemde steden toch nog je loopjes te doen. Dus ik ga hier zo samen met jou even rennen in het Olympisch Park in Barcelona. Maar voordat ik dat ga doen, even een korte mededeling. Zoals je weet komen deze vlogs tot stand zonder een betaalde samenwerking en zonder gekregen producten. Maar in deze aflevering wil ik toch even aandacht schenken aan iets bijzonders. Ik moet eraan denken door dit mooie kunstwerk hierachter, dit mooie groen en mos. Sta jij er wel eens bij stil waar al die zuurstof die je ademt tijdens het hardlopen vandaan komt? Ja, tuurlijk, bomen. Dat weten we allemaal. Maar hoe gaat het met de bomen op onze planeet tegenwoordig? The Himalayas are melting. The polar bears are dying. Earth's temperature is increasing. Pacific's water level has risen. Is this what we are going to give to our future generations? Kan wel wat beter, hè? Dus bij deze wil ik graag je aandacht vragen voor dit evenement op Facebook. Plant for the Planet. Aanstaande vrijdag ga ik met ons team van Live Online Events naar Monaco. Om een bijdrage te leveren aan het project om 1000 miljard bomen te planten. En dat doen we niet zomaar, dat doen we omdat de kinderen van onze planeet dat vragen. We combine our forces. Old and young, rich and poor, and together we can plant a trillion trees. We can start a trillion tree campaign. Help onze kinderen de planeet te redden door allemaal een boom te planten of geld te geven aan de Academy van kinderen die andere kinderen opleiden over hoe belangrijk dit is. Nou, kijk het zelf maar even. Dit is de URL nog een keer. Aanstaande vrijdag ga ik als presentator jou meenemen de hele middag tussen 1 en 6 en je uitleggen wat je allemaal kan doen om onze planeet te redden. Dat komt later. We gaan eerst maar een stukje rennen. Ga je mee? Hier in Barcelona zijn ze helemaal klaar voor de marathon van Barcelona over een paar dagen. En ik heb eerder in mijn vlog al aangehaald het blog van Desiree van der Veen. Mamaliefde.com. Zij gaat hem aanstaande zondag doen. Dus Desiree, vanaf deze weg ook nog een keer heel veel succes. En ik moet zeggen dat als ik kijk naar de afgelopen weken, als je 3 weken terug gaat naar vlog 14, dan zat ik er mentaal best wel doorheen. Ik had er weinig geloof in, veel twijfel. En dat is helemaal veranderd. Ik heb er zin in en ik geloof dat het gaat lukken. En dat komt met name door het gesprek met Koen de Jong. Die gewoon zei, het feit dat het zwaar is, klopt. Je hebt aanleg, je moet gewoon doorzetten. Dus ik heb de afgelopen week hard getraind, hard gelopen. En dan valt me op dat dat eigenlijk inderdaad best prima gaat. Dat is onderweg wel zwaar, maar na een paar minuten als ik terug ben, ben ik hersteld. En ten tweede, Victor Nijendorf. Ik ga nog proberen om hem een keer in een van deze vlogs te interviewen. Maar ik was met hem op de training in Volendam. Misschien heb je dat gezien op Strava. Voor wie het niet doet, volg mij even op Strava. Dan zie je overal alle gekke plekken waar ik de komende weken ga trainen. Zoals hier voor het Olympisch Stadion van Barcelona. En ik maakte me erg zorgen over de laatste 24 uur voor de marathon. Want sommigen van jullie weten dat misschien. Ik vlieg die zaterdag terug uit Azië. Ik zit de hele dag in een vliegtuig. Kom s'avonds pas om 9:30 thuis. Moet dan pakken en dan door naar Rotterdam. Maar hij zei, dat is juist de perfecte voorbereiding. Want iedereen moet eigenlijk rusten in die laatste 24 uur. Maar is nog veel te druk met allerlei dingen en zit niet op zijn kont. Jij zit gedwongen 16 uur op je kont. Je kan mediteren, visualiseren. Er komt niemand zo goed uitgerust en gefocust aan de start zoals jij. Nou ja, of het waar is, dat weet ik niet. Maar ik merk hoe krachtig het is om jezelf gewoon om te programmeren en om te denken. En te zorgen dat wat je hebt nou eenmaal voor lief te nemen. En met die mentaliteit naar de start te gaan. Ik heb dus ook nog wel wat twijfels hoor. En dat zit met name in het mechanische stuk en in de kracht van het lijf. Ga ik het wel volhouden om 4 uur lang al die spieren op spanning te houden, om mijn houding goed te houden? Ik voel af en toe wat in mijn enkel, ik voel af en toe wat in mijn schenen. Daar maak ik me natuurlijk heel veel zorgen over, maar ik heb een plan. Wat ik in ieder geval nu deze laatste maand ga doen, is iedere dag een stukje krachtoefeningen. Opdrukken, planken. Ik heb het rood bandje voor de bilspieren.
en wat sit-ups. Zodat dat lijf maximaal spanning is en dat ik zo lang mogelijk die goede houding kan houden om technisch mooi te blijven lopen. Want ik hoop dus maar dat ik met de juiste krachtoefeningen dit lijf sterk genoeg maak om 4 uur te shinen in Rotterdam. Wel leuk, aanstaande zondag de halve marathon City Pier City in Den Haag. Het gekke is, daar maak ik me dan helemaal geen zorgen over. Op een of andere manier heb ik het idee dat ik dat zo even ga doen. Ik ben wel benieuwd, wat doe jij om je mentaal en fysiek klaar te krijgen voor Rotterdam? En 2, wie van jullie gaat er toevallig ook aanstaande zondag lopen in Den Haag voor de City Pier City? Misschien kunnen we een leuke meetup doen. Leuk dat je tot het einde hebt gekeken. Als je mijn reis wil volgen, abonneer je dan nu op mijn YouTube kanaal hieronder. En volgende week laat ik je alles zien over mijn City Pier City eerste halve marathon ooit. Doeg!